Het is een heel bijzonder evenement. Het is een heel groot evenement. Het is natuurlijk een van de grootste evenementen van Almelo. Maar wij zijn als Almelo's Ruitendagen horen we ook tot de grootste evenementen van Nederland. Afgelopen weekend hadden we meer dan 800 ponies binnen de deur. En daarmee horen we zelfs tot de grootste van Europa. Wat voor wedstrijden zijn er allemaal? Wij hebben in principe springen en dressuur. En we hadden dan afgelopen weekend hadden we ook een koetsentocht erbij. Hoe kostbaar is het organiseren van zo'n groot evenement? Nou, we praten hier over tonnen. Ja, echt, er gaat heel veel geld in om. Maar ook heel veel energie. We zijn met een groep van 20 fanatieke medewerkers zijn we eigenlijk het hele jaar bezig om dit te organiseren. En tijdens de Ruitendagen hebben we zelfs meer dan 100 vrijwilligers op een dag. Dus het is echt, los van geld kost het ook heel veel tijd en energie. Wat wij hier doen is, de mensen komen hier binnen. Wij kijken waar ze staan, geven ze de juiste plek. En aan de hand van de plattegrond. En voor de rest voorzien we ze van hooistro, veiligheid voor de paarden. Mocht er wat mis zijn, eventueel een dierenarts of een hoefsmid. Met als het van de wagen afkomt dat de ijs afgaat. Dus daar zijn we eigenlijk best wel druk mee. U heeft dit jaar iets speciaals gedaan, namelijk een speciale krant uitgeven. Ja, wij hebben al jaren zoeken we natuurlijk naar nieuwe media en ook vormen om toch berichten de wereld in te krijgen. En we hebben de afgelopen jaren helaas ervaren dat kranten stukken van ons niet zo heel makkelijk opnemen of heel erg klein opnemen. En we wilden toch de Almeloze bevolking en ook de omgeving laten weten wat de Almeloze Ruitendagen nu eindelijk zijn. Dus we hebben besloten om andere reclameuitingen niet te doen en te kiezen voor een krant. Ja, de sfeer is gewoon heel bijzonder. Het is heel gezellig. Er zijn veel paardenliefhebbers. Dus ja, je kan lekker met elkaar kletsen over de paarden, maar ook gewoon over andere dingen. Het is lekker zitten hier in de nieuwe tent. Ik kan me hier echt de hele dag van maken. En wat vindt u van het feit dat Almelo al zoveel decennia deze Ruitendagen organiseert? Ja, dat vind ik wel bijzonder, want ik kom zelf dus uit het Westen en helaas, hiervoor ken ik het helemaal niet. En dat vind ik wel jammer, want als ik dit geweten had, dan had ik hier op jongere leeftijd ook wel naartoe gewild. Dus ik vind het wel bijzonder dat Almelo zo'n groot concours huisvest. Het is gewoon een mooi evenement. Het is gewoon uniek en wat gewoon heel erg mooi is, van de meeste mensen komen altijd elk jaar weer. Dus het is een beetje de trots, de grootste familie van Nederland, vind ik altijd.